Wat gaat de maand november 2024 ons brengen? Waar zit de aandacht van die maand op? Welke aspecten van ons zijn, van ons leven? Kunnen we veel bereiken als we daar onze focus op leggen, omdat dat de energieën zijn die deze maand het beste worden ondersteund? Daarvoor heb ik 3 kaarten getrokken uit deze set. Van Carl Gray, Keepers of the Light Oracle Cards. Die zijn Engelstalig, maar ik vind ze geweldig. En hier komt mijn eerste favoriete. De Violette Vlam. Deze kaart staat over met gemak gaan loslaten. Dat je alles wat jou niet met jou resoneert, dat je dat mag gaan geven aan het violette vuur. En het violette vuur is eigenlijk een soort van energetische vlam, waarin jij je zorgen kan geven, waarin jij je bezwaren kan geven, waarin je verdriet kan geven. En dat je dan echt zegt, ik stop dit in het vuur, in het violette vuur, en ik wil dat het zich transformeert naar een energie die meer helpend is voor mij. En dat moet je dus openlaten, want wij zijn als mens geneigd om dingen in te vullen als, oh, dit is meer helpend of dat is meer helpend. Maar wij als mens kennen niet het grotere plaatje, niet het grotere geheel. En het universum weet precies waar we nu staan en welke transformatie voor jou deze maand het meest helpend kan gaan zijn op jouw verdere pad. Dat hoef je dus niet zelf in te vullen. Daarin mag jij je overgeven. Ook dat is iets wat je mag loslaten. Die invulling. Het moet die kant uit. Het moet dit kant, die kant uit. Nee, het mag meegaan op de flow van je leven. Dus geef het maar over en vertrouw. Vertrouw op het universum. Durf je echt over te geven. Vertrouwen erop dat het dan het beste uitpakt wat voor jou het beste is. Precies bij jou. Dus al je zorgen overgeven aan violet vuur. En als je denkt, ja, maar violet vuur, dan moet je toch dit doen en zus doen. Nee, dat is ingewikkeld gemaakt. Dat is allemaal stappen bedacht om het moeilijker te maken. Om in een fase dat we het nodig hadden om het moeilijker te laten zijn. Want dan pas konden we erin geloven. Maar het kan ook heel simpel. Gewoon zeggen, ik doe dit in het vuur. En je kunt het voor jezelf ook visueel maken, hè? Dat je denkt, ik pak die gedachte. Dat je net als de Harry Potter, weet je, dat is zo'n hersenspinsel. Zo met een stafje, zijn vinger. Hersenspinsel. En als je die dan zegt, en dit doe ik in het vuur ter transformatie. Doe het op de manier die bij je past. Bij een ander past juist weer het opschrijven. En dat je dan het propje verfrommelt en dan weggooit ergens in de prullenbak, mag ook in een vuurtje. Maar let dan wel op dat het vuurtje veilig is. Want ik heb wel eens gedacht, oh, dan doe ik even een vuurtje met zo'n houdertje. En dan denk je, boem, zo'n mega vlam draait. Dat was dan toch niet zo slim. Dus doe het dan wel op een veilige, doordachte manier. Als je het in het vuur wil doen. Maar laat los. Laat los wat jou niet langer dient. Nee, gedachten, zorgen, verdriet, pijn. Dat soort emoties gaat het om. En dan hebben we de tweede kaart. Ik ga niet lezen wat eronder staat, want dat doet vaak bij mijn readingen, is de oorspronkelijke betekenis van de kaart valt weg. Maar wat ik hierin wel zie, is dat je dan een vrouwenfiguur hebt. Ik zal kijken of het zo, hoop dat het zo beter in de camera is hoor. Maar dat je dan hieronder al meerdere bloemen ziet en hier en hier en een en al bloemen en siersels en... En dat staat ook voor, oh dat komt heel mooi uit met een boek dat ik aan het redigeren ben. Je bent goed zoals je bent. En als jij gewoon jezelf toestaat te zijn wie je bent. Ja, dan gaat gewoon alles opbloeien. En dan komen de mooie dingen. Ik vind versierseltjes en zo, daar hou ik wel van. Dat kan ik heel erg waarderen. Bijvoorbeeld in kunstwerken en dergelijke. Dus dan kunnen de mooie franjes worden toegevoegd aan je leven. Dan kun jij meer tot je recht komen. Ga je mee stralen, krijg je bijvoorbeeld leukere dingen om je heen, om op te bloeien. En dat opbloeien uitzicht in verschillende aspecten. Dat opbloeien vanuit het hart, dus dat je meer in je rust komt, meer in je liefde, meer in je vertrouwen. Komt ook weer hetzelfde terug als net met loslaten, merk je dat? En doordat je dan meer in dat loslaten zit, of in die liefde zit, bloeit dat en ga je ook stralen. Want als jij vanuit liefde denkt en leeft, dan kun je alleen maar vanuit vrolijkheid naar het leven kijken. Maar dus ook bij je hoofd, dan krijg je ook fijnere gedachten.
dan gaat het ook hier opbloeien. En zie je meer oplossingen. Zie je meer mogelijkheden. Dus november is ook echt een maand dat als je meer gaat leven vanuit je hart. Meer gaat zitten vanuit de liefde. Ik ben oké. En durf te vertrouwen dat je al goed genoeg bent wie je nu bent. Dat al de persoon is die de nieuwe stappen mogelijk kan gaan maken. Ja, dan kun je ontzettend ver opbloeien. Ja, ik ben heel blij met die boodschap. En dan hebben we ook nog dat we ontzettend gesteund worden door het universum. Om ons ware zelf te vormen. Lichtblauwe kleur, dit soort heldere blauwe kleuren staat voor je ware zelf zijn. Je authentieke zelf zijn. En dat is ons ultieme doel. Dat we op één lijn komen met ons hogere zelf. Maar daar mogen we ons hele leven over doen. Maar in november mag je weer echt je focus daarop zetten. Wie wil ik zijn? Waar wil ik naartoe werken? Dat is ook waarom je moet loslaten. Dat is waarom je ook mag vertrouwen op die liefde. Want dat helpt je weer sprongen te maken om meer die hogere versie van jezelf te naderen. En dat geeft je ook vleugels. Dan krijg je van die dagen of uren dat je denkt, oh, alles zit mee vandaag. Oh, ik voel me zo lekker. Ik voel me zo goed. En doordat je dan die verbinding maakt met die hogere zelf. En daar ook echt, raad ik je ook echt aan, echt super van te genieten. En dan echt, oh, ik voel me echt vandaag echt zo verbonden met mijn hogere zelf. Ga daar maar echt goed in zitten. Hoe dat voelt en wat het met je doet. En of je misschien daar geluid bij hoort of beelden bij hebt. Maak het maar zo levendig mogelijk. En hoe meer je dat deze maand gaat doen, hoe meer jij de basis gaat zetten dat ook in de maanden daarna je zoveel momenten gaat krijgen dat je echt lekker in je vel zit, je goed voelt. November is dus echt een maand waarin de energie zit. Laat los, lieverd. Laat los wat je niet meer dient. Ga geloven in jezelf en ga voor die extra stappen richting nog meer je ware zelf worden. Durf die moeilijke stappen waar je zo tegenaan zat teken, zet ze juist in november door. Ik weet niet hoe het met jou is, maar ik heb van die stappen dat ik denk, oh, daar ga ik weer. Ik blijf hier weer in hangen. Ik dacht dat het er doorheen was, maar nee hoor, ik betrap me weer. Ook ik ben menselijk, ook ik heb dat soort fases. En dan denk je, oh, maar november is dus de maand om daarin sprongen te gaan maken. Zowel privé als op je werk. Dus of in je bezigheden. Dus als je daarin merk dat je daarin struggles hebt, ga ook dan daarop focussen deze maand. En je zult zien dat je grote sprongen gaat maken in het neerzetten van het leven wat je wil. Sommige resultaten zullen pas echt in december naar voren komen. Maar er zullen echt in november dagen zijn dat je denkt, ik ben zo blij met mezelf. Ik ben zo trots op mezelf. Ik geniet zo van wie ik nu ben en wie ik nu kan zijn. En dat verdien je. Dat verdien je om je daar echt bij stil te staan. En ik wens je daar ontzettend veel succes mee. Als je jouw ervaringen wilt delen over deze maand, doe dat onder de video. Stuur me een mailtje, stuur me een berichtje. Ik ben super enthousiast. Ik wil altijd dat soort dingen horen. Ik ben ook zo blij van, ik ben zo vrolijk van. Aarzel niet, kom in actie en maak er een fantastische maand van. Tot de volgende keer.